Genesis wonderful wild fools. Genesis wonderful Lars Boom. Genesis wonderful Nieuwe Westra. Genesis wonderful Rien van Horik. Vandaag hier in Ruinsteren doen in Boksmeer. Dat ze samen naar die voren kunnen stellen. Samen met de Keesmaatse deelnemers vandaag. De grote kinderen uit de Ronde van Frankrijk dus. Voor de prijs NRC Animal Health. En jullie doen dat omdat jullie een top 4 verwerkt zijn. Omdat jullie dit evenement een meer dan hart op hart kunnen toedragen. Jan, die geweldige knal in Starsong van staatssecretaris Sander Dekker. Die hebben de funnelton met voren Bouke Mollema. Met Groentekamp, met Lieve Westra en Wankoes. Official start op de race. We hebben 38 rondes gedaan, 38 laps to go. En er is een premie voor de eerste renner die in zijn eentje 100 meter voorsprong kan nemen. Daarachter, we zijn hem al op kop van het peloton. Van de leiders was nog maar 96 meter en moet 100 meter zijn. Hier op kop van de peloton, Ramon Sinkelman, Ferdi van Katwijk en Daniel Tikka Heimanox. Hij rijdt zo natuurlijk de lokale van 3 Duo rijden. De kopsleut in het opgeleerd, hij heeft een vangend rond. Zoals de point voor de Liederwijs voor de Rijden van Stad Afrika. Jan Janssen van de Rijnsburg. Daar gaat tegen de Heimanox. Moet ik naar voren, als kan hij niks verdienen. Dan verdienen we tot aan de tunnel waar nog 34 rondes te verdienen. Kunnen we niet meer naar het toegang. Hij doet de Bakke Mollema, Jos van Eindel, bij de locatie. En ook daarachter hebben we de keizer uit de hoofd genomen. De Brabantse camper en de politiek nog ontmoord is met een speciale boodschap voor Pia-Pekis. Kerkhoff, ex-familie van Nederland bij de dochter. De adelaar van Middelkerk. En dan heeft hij een hele mooie. Van Ende, Keesing, op dit hier. En rijden. Hij heeft 20 seconden. En dan krijg je de dochter in Hilden. Kun je zelfs een zandje bestellen bij de Paralympie. Thank you.
wel nog 14 rondes af te leggen. Van de Oudsmarina, de spanning die voorbij gekomen. Dan gaan we kijken naar de top van de wedstrijd. We gaan de top lopers die voorbij gekomen. We hebben twee leiders. Hier komen ze met Ramon Sintema en Wout Koes. De wagen van Oudsmarina, de voorbij komen. Terwijl het zoeken naar de toplopers hier tussen de lichten. En jij ziet ze aankomen, Kees. Ja, ik zie de lichten komen en daarachter moeten we helemaal zitten. We gaan kijken en daar komen ze. En het zijn mooie mannen. Het zijn mooie mannen. Wout Koel zit erbij, hoor. Prachtig. Dat plekje erbij. Oké, de aansluiting gekregen. Vijf mannen hier van voren. Daar komen de mannen van het peloton. En opgelet, ook voor het peloton Ruimbaan. Hier komen de mannen van Lotto.nl Jumbo. En natuurlijk komen wij met enthousiast geworden beroepte groep. Wout Koel gaat zich melden. Wout Koel, de rechterhand van Christophe Froome in de Ronde van Frankrijk. Even tegen Wout Koels zeggen dat hij zijn best moet doen. Hey Wout, kom op, Friese! Woutje! Simon! De voorzitter Wout, dan moet ik altijd naar luisteren, jongen. En op een enkel ogenblik zullen jullie ook die drie Magdaboren voorbij zien gaan komen. Hoi, 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 hoi. Wat een finale! Ja, in die finale wordt in volle heftigheid hier natuurlijk ingeluid, want er zijn nog 9 ronden te rijden. Wout Koels wordt hier gescandeerd met natuurlijk een man van Lotto.nl, als Kruiswijk erbij. Kruiswijk zit erbij en Kerkhofje, die zit er ook bij. 3 mannen van voren en daar komt Astana, daar komt Astana. Is dat daar boom? Jawel, Bonke gaat, Bonke gaat. De man die in de tekenaanpakking, de man die de leidersprijs wil binnenhalen. Daar komen de mannen. En hier zijn de mannen met Lars Boom aan de leiding. De man die natuurlijk ook heeft wat krachtig voor doet, maar aangevoerd door al die supporters met de op het grenscircuit in dat laatste wiel. Dit is een kopgroep van de Schullen. Dit is een kopgroep van de Waterstander. En Kruis zegt die andere mannen tegen de kopgroep met voor de agressie krijgen. De kopgroep van de Achterhoek, dat is de man die... Ha ha!
to me. I'm here. Near the podium. Danny Tekla Heijmans, please come to me. Here I am. De Leidersprijs. De winnaar van de Leidersprijs gaan wij huldigen. Vorig jaar hier de overwinning. Dames en heren, we gaan op het podium krijgen. Vertegenwoordiger van de Gelderlander graag in de buurt als het mogelijk is. Dames en heren, maak een applaus voor de winnaar van de Leidersprijs. Lars Koolman en Sarah van Leijmer. Nog een beker ook, Lars, van de Gelderlander. Helemaal bij. Mooie dag. Burgemeester, durft u ook bij te brengen? Dat is mooi voor de foto, bij Lars Boomdag. Zo ja. Oké, mooie foto, Lars Boom, applaus van u. Hoeveel koning is voorbij? Klimmen we bovenop en de roem is gewoon bij jou staan. Hou goede kort, goed vast. Dat gaat natuurlijk niet door. Op de tweede plaats krijgen wij de Bulldog van de Aardroom, dames en heren. De nummer 7 van de Aardroom is voor de DJ. De winnaar, dames en heren, ik heb de naam helemaal vergeten. Jullie moeten ons helpen. De winnaar van dit spektakel, dags naar de doel, is er geworden. Een adjudant van Chris Groen. De man die Chris Groen aan een hele mooie eindzege heeft geholpen. De man die waanzinnig populair is, die doet het aanlaag van Lindor. Maar ik weet niet hoe het heet. Dames en heren, u moet niet van horen helpen. Wie is de winnaar? Thank you.